Ah, jammer man. Know the name. Nou, aan het einde van deze video krijgen jullie een poll te zien. En dan moeten jullie die even invullen, want dan komt er... Hoe vaak ben ik op de film van Fursie, of van Leroy afgevallen? Dus laat het even weten. Joehoe! Leuk, jullie kijken naar een nieuwe weekendvlog. Yes! Het is vandaag al zaterdag. Bijna 6:30 's avonds, middags eigenlijk nog. Ja, het is nog middag. En waarom ik nu pas begin, sorry, ik zou even stilzitten, anders worden jullie duidelijk. Is omdat ik gisteren had ik nog opnames voor Top Docs. En dat wil ik eigenlijk gewoon geheim houden. Dus ja, dat ging ik dan maar even niet filmen. Maar dat zien jullie in de uitzending. Ik weet nog niet wanneer, dat laat ik even weten. En wat wou ik zeggen? Van vandaag heb ik nog niet te veel gedaan. Mijn vader en ja, mijn moeder is nu werken. Maar mijn vader en ik gaan zo opa en Nie naar Schiphol brengen. Want opa en Nie gaan weer terug naar Thailand. Nie is trouwens de Thaise vriendin van mijn opa. En ik zit nu hier een beetje op mijn bureaustoel. En ik heb dit shirt aan. En met deze korte broek. Want het is echt heel lekker weer. En lekker. Het is best wel warm. Dus ja, dat is eigenlijk wel heel lekker. En wij gaan dus zo. En dan gaan mijn vader en ik daar eten bij de Burger King. Ik eet echt vaak. Nou, nee, het lijkt misschien op de vlucht dat ik vaak bij de Burger King of wat eet. Maar dat valt eigenlijk best wel mee. Maar ja, het is gewoon heel lekker. Morgen ga ik zoiets leuks doen. Weet je nog Leroy, die kleine chat? Nou, klein is die. Die chat die ik heb verzorgd en bereden. Dat is niet. Ze zijn voetbal aan het kijken. zeg maar die... Leroy, die pony. Nou, daar ga ik dus morgen heen. En ik mag er weer op rijden. 2 jaar geleden kon ik hem niet zo goed aan. Maar nu ben ik natuurlijk wel weer wat sterker en zo. En nu kan ik hem denk ik wel aan. En ik ben echt heel benieuwd om weer even lekker op een rodeo-beest te zitten. Zoek even allemaal op als je even niet meer weet wie Leroy is. Dat is die Shetlander, die zwarte. Maar als je zoek maar even op Marina Katharina Govaerts Leroy, dan kom je er wel uit. Toen was ik trouwens echt nog klein. En ja. Dus ja. Yeah, top. Maar dan ga ik dus morgen op rijden, morgenavond. We gaan er om 6:30 heen. Dus ik heb er zin in, maar nu moet ik plassen, want ik moet hier naar. Wauw, gezellig. En mijn opa, opa. Ja. Hoi. Hoi. Nietje. Hoi. Hallo. Even wachten, zo. Jij. Ja, opa. Hoi. Nou, we gaan er weer vandoor, hoor. Ja. Heb je opa er zin in? Opa gaat pleitos. Oh, ja. Gaat pleitos. Oh. Kijk eens uit. Wat doe je? Ja, maar anders loop je tegen... Ja, maar je hoeft me niet gelijk... Ja, gelijk. Maar we zijn dus op Schiphol. Wat doe je nou? Ik moet je even tegenhouden, rustig. Maar we gaan dus zo bij de Burger King eten. Heb je er zin in, oma, papa? Ja, lekker eten, man. Ik weet al wat ik ga nemen, hoor. Wat dan? Ik neem zo'n quarter pounder... Oh nee, dat is een andere toko, hè. Wopperkaas. Ja. Wopper cheese, kleine friet, kleine cola. Ik neem een gewone Whopper zonder kaas en friet en cola. Lekker man! En mayo. En mayonaise. Ja, en mayonaise. Jij ook? Nou, doe eens niet! Au! Niet meer spek! Niet meer spek! Kijk, daar heeft hij genoeg van hoor! Nee, niet meer spek! Het staat op de film hoor! Oh, jammer dan. Je kijkers mogen mij toch allemaal. Mogen jullie mijn vader... Auw, ik pleur je. Klerenlijn, ga ik ook nog pootje haken op de roltrap. Dat is heel gevaarlijk, hoor. Nee, hoor. Een Chinees is een keer dood gegaan doordat hij viel op een roltrap. Echt waar? Nou, eigenlijk ging hij hierop staan en toen zakte hij door. Toen ging hij dood. Oh, maar wij zijn geen Chinezen. Wij eten wel Chinees. Eten we Chinezen, wat? Bami? Nasi dan. Nasi dan. Allemaal Chinese groente, meneer. Nou, we zijn nu aan de sfeer. Auw, doe eens niet zo klein. Ja, dan moet je even helpen, man. Dat hoeft niet, hoor. Maar we gaan nu dus opa en Nie wegbrengen. Ja. Dus ja. Is er? Yeah. Ik heb cola, kleine friet en een Whopper zonder kaas. En mayo. Yes. En ik heb net even heel de tafel schoongemaakt. Want het, het was echt heel vies. En dat doen we eigenlijk altijd. Dat vinden we wel zo hygiënisch. Mmm. Oh, welkom. Nou, het is nu de volgende dag en mijn opa is veilig en wel in Thailand aangekomen. Hij is alweer lekker thuis. En mama en ik gaan zo meteen naar Leroy. Hi! Hi! Nou, ik zit nu in de auto met mijn moeder en we gaan nu naar Leroy toe. En ik heb er heel veel zin in. Ik ben benieuwd of ik ga blijven zitten. Ik denk het niet, maar ik ga het proberen. En Dat is even aan de mensen die Leroy niet kennen. Heb ik al gedaan. Oh, dat heb je al gedaan.
Nou, even kort samengevat. Leroy is een pony die ik vroeger heb gedaan. En daar ben ik 18 keer van afgevallen, maar ik hier... Nou, dom. Nou, zo dus. Ja, zo. Er staat ook nog heel veel op film. Maar hij was veel te sterk voor mij en ik was 11 of 10 zelfs, denk ik. 10 of 11. Net 11 of bijna 11. Sowieso wel iets met 11. Maar dus hij is sowieso klein, niet sterk. Ik dan. Ik ben nu nog steeds klein, maar daar hebben we het niet over. En toen kon ik me gewoon niet houden, ben ik heel vaak afgetornd en ook echt één keer echt hard. En toen ben ik gewoon echt mee gekapt, want ik dacht, ja, je krijgt de ballen, maar je bent te sterk voor mij. Ja, dat was gewoon een beetje gevaarlijk eigenlijk. Ja, dat was gewoon gevaarlijk, want hij bokt echt hoog. Hij staat gewoon rechtop, weet je wel, af en toe, als hij echt boos is. En ik kreeg hem niet eens aan mezelf in galop. Ik had misschien 5 keer gegalopeerd, dan ging er iemand voorrennen. Ja, nee. Dat... Iemand? Ik? Ik? Dus ja, dat heeft toch geen zin, jongens, alsjeblieft. Maar nu ga ik hem gewoon zelf in galop, krijg ik gewoon net. Mijn streef is om hem gewoon over de hoefslag te laten galopperen uit mezelf. Dus dat gaan we nog doen ook, jongen. En mama gaat alles filmen en dan gaat ze ook filmen hoe ik afdonder. Heb ik al trouwens lang niet meer gedaan, hè, mam? Nee. Nou, ik zou eerst maar eens als doel nemen dat je... Dat kun je in ieder geval opkomen. Dat die in galop gaat. Ja, oké. Okay. De hoefslag, dat hoeft dan nog niet. Nee. Maar wel galop uit mezelf, uit mij, weet je wel. Maar hij is wel echt leuk. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen. Ja. We zijn nu bij Leroy en hier is hij dan. Hey, moppie. Zal ik even filmen? Ja, is goed. We hebben hem al opgezadeld en zo. Je kan hem niet eten, pizza. En zoals jullie zien aan hem is hij best wel een reetzak, maar hij is wel heel liever. Een lekker dikkertje. Lekker dikkertje. Nou, we gaan het eens proberen. Ja. Jullie zien zo meer. Ja. Kan jij wel goed antwoorden? Dat is even een tijdje geleden. Zo. Maar je kan er echt nog perfect op hoor, Marie. Ja. Wat is die braaf? Ja, moet nu wel, hè. Ja, ik heb wel een lesje. Ja, meteen had ze me gecorrigeerd en meteen toch naar een keer. Maar Leroy had dat ook wel nodig. Jongens, ik zal eens even kijken of ik hierboven nog een filmpje erin kan zetten. Hoe Leroy in het begin liep en hoe Leroy nu dan loopt. Een paar gesalto maken. Ja. Ja. Hij ging gewoon de handstand doen. Ja, echt erg. En wel hoofdje omhoog, hè. Hoofd omhoog, hè. Ik sta even te kletsen en hij gaat staan bokken. Beetje jammer dit. Doe nog een... Oh ja, doe nog een keertje voor jullie. Hoofd omhoog. Dan kan hij maar bokken. Hij moet zelf naar beneden doen om te bokken. En hij gaat weer het midden op zoeken. Maria heeft 1 rondje braaf gedaan en hij denkt zo. Nou, nu eens even kijken wat ik nog meer kan doen. Hij gaat zo weer, hè. Ja, nu gaat hij weer een beetje uitdagen. Naar links. En hou zijn hoofd gewoon omhoog. Hij kan niet bokken als jij zijn hoofd omhoog houdt. Ja, ja, want hij wil zo snel mogelijk er vanaf zijn. Ja. Zometeen gaat hij ook nog galopperen voor je. Ja, maar hij voelt iemand anders op zitten. Want, ja. Hou zijn hoofd omhoog. Hoofd omhoog, goed zo. Ja, zie je? En naar links. Naar links, hij gaat nou in de hoek stilstaan. Hou je teugels wat strakker, want je binnenteugel die... hij gaat galopperen. Oh, nou. Het is wel wat anders dan Fursie, hoor. Dat is echt verschrikkelijk. En voel je dat hij gaat bokken, meteen hoofd omhoog? Ja. Oké, nou gaat hij weer de hoefslag volgen. Ja. Volgens mij heeft hij nu zoiets van, oké. Okay. Kijk, nu hij zijn hoofd omhoog houdt, kan hij geen nieuwe bokken. Ja, en nog in de goede galop ook, Marie. Ongelooflijk. Wat? Nog in de goede galop ook. Ik ga even van hand veranderen. Oké. Okay. Ik maak wel gewoon even een rondje. Ja. Wel even naar links dan. Hoe sta je ernaast? Ik ben er afgevallen. Hij bokte, dus ik ging zeg maar zo, ik maakte bijna een koppel, maar dat was echt heel grappig. Ja, een beetje... Ja, alleen een beetje jammer. Ik had echt net de camera uitgezet. Yeah. Nou ja, we gaan er weer op. Ja. Naar links. Ja, maar ik weet net het karakter. Oké, kom maar. Gaan we door. En ook als die blok naar achteren leunen, hè, naar voren, dan ga je... Ja, je zit op de hoefslag. Hij gaat nu naar ons toe, hè? Hij wil nu... Ja. Oh, gaat hij weer? Hij is boos op je, Marie. Achter en hoofd omhoog. Ja, goed zo. Dan val je er niet af.
Zie je? De achterleunen. Wat... Hij wil naar... Hij wil naar Steven. Hij heeft er eentje afgekregen. Moet op. Die hebben we. Ja, die heeft hem in één keer afgekregen. Dan gaat hij door. Maar ik moet niet lachen. Ik moet boos worden. Ja, nou, nou, hij is aan het zoeken, jongen. Ja, laat hem niet in, hè. Laat zijn hoofd omhoog. Kom naar achteren. Naar links. Ja, naar achteren. Oh, oh, oh. Oh jongens, alsjeblieft. Zullen we stappen? Goed zo. Goed naar achter zitten, het gaat niet om mooi rijden. Hij moet gewoon luisteren nu. Oh, naar achteren, naar achteren, naar achteren, naar achteren. Naar achteren, naar achteren, je kan het. Laat je naar mij toe? Nee, Leroy. Concentreer je. Hij gaat weer, je voelt aan zijn hoofd wat hij wil gaan doen. Ja. Die hoefslag maakt even geen flauw saus. Wat? Die hoefslag maakt even niet uit. Als die maar gewoon loopt. Goed zo, naar achteren. Goed zo. Ik kan hem uit, want ze dan weten dat hij niet eraf gaat. Niet bij mij met die dikke reet. Ja, hij gaat weer, hè? Hij wordt nu boos weer. Gaat hij weer? Goed zo. Hoog naar achteren. Prima. Dan mag ik wel eens goed mijn vingers worden overgekomen. Ja. Oh, zo. Juist. Zo, ja. Zie je? Dan kan ze het hier niet meer doen. Als je al een paar keer merkt, dat gaat me niet meer lukken. Je kan er zelfs op liggen rijden, joh. Ja, hè? Ah, alleen verkeerde galop. Ja, maakt niet uit. Ah, maar hij doet het snel corrigeren. Hij corrigeert zichzelf. Ja, ja hoor. Oh, daar zit hij. Oh, oh. Hij kan galopperen en bokken tegelijk, die boef. Je hoeft niet licht te rijden. Gewoon ja, even... Man, dat kan ik niet. Ja, dat was waar. Ga je overgeven. Dan zit je op een zeeschip. Oh. Blijf zitten, naar achteren. Goed zo. Goed zo. Het zadel gaat nu ook helemaal scheef zitten. Oh ja, niet echt met de benen. Beetje naar links even gaan staan. Even op je linkerbeen gaan staan. Ja, van het zadel, ja. Ja, hij heeft natuurlijk een heel mooi buikje waarvan het zo lekker naar voren kruipt. Ja, ja, dat is een echte Shetlander, ja. Ja. En eigenlijk moet je hem proberen dan ook nog een tik te geven, maar dat... Ja, maar dan gaat hij nog erger. Nee, ja, maar dat is maar, dat moet je ook maar voelen of dat je het op dat moment kan. Niet dat hij door die tik jou uit het zadel trekt. Gaat hij weer goed zo? Of corrigeer hem misschien met je stem in plaats van die tik, dat je in ieder geval iets doet. Ja. Of echt een goed been geven ook, als je die been voelt. Ja. Ja, goed zo. Goed zo. Je kan het wel, ja. Ik een paar keer gaat hij weer galopperen, maar je weet het, hij kan dus ook bokken, hè, in de galop, deze meneer. Let's start, man. Even lekker vet van handen. Ja. Ja, we kregen hem nooit in de galop. Alleen als ik ervoor rende, weet je nog? Of jij? Ja, dat kost ons ook heel wat. Och, viel best mee. En even stoppen. Ja, nu ging het goed, Marie. Ja. Nu heb je hem goed onder controle. Ja. Eigenlijk moet je dan nu doorgaan. Want volgens mij komt hij wordt het al wel goed. He's under control. Ja. Nee. We laten lopen. Niet over mij heen. Jongen, jongen, jongen. Nou, in de gaten gaat hij weer, hè? Wat een grappig gezicht. Ja, hij is echt een boef, hoor. Ja. Nee. Ik denk dat hij nu wat doet. Ja.
laatste leek paardje ook... merk ik, ik ga niet meer eraf, dan stopt hij er ook mee. Ja, en dan, toen zei ook dat hele felle zei, dan, zo, ja. Dan was hij ook... Ja. Ja, nu gaat de lange tijd goed. En nou moet je doorgaan, Marie, want nu gaat hij goed. Als je niet op, van hem afvalt, dan heeft hij ook geen zin meer om het bij je uit te proberen meer. Ja. Op de bobbel. Even een beetje op de linkerkant weer. Ja, het is een shitman met een zadel. Het is echt een handje. Ja, oh, ja, zie je? Streng zijn ook. Met je stem. Ja. Ja, zie je? Oh ja, denkt ze. Ja, ja, die valt niet meer af. En dan denkt hij na een tijdje, ik ga het niet meer proberen. Gaat hij weer, want hij maakt steeds een kleiner rondje. Dan gaat het hoofd weer een beetje... Oh ja, bij de waterbak staat hij nu. Oh, als hij nu wat doet, Marie. Nou, ik blijf even filmen. Naar rechts of naar links. Een van de twee. Oh. En die gelijk bommetje. Ja. Nou, dan heb je ook een natte auto. En je hebt vast wel een vuilniszak thuis liggen. Oh, jawel. Braaf, hè? Ja, hij is hij doet het echt goed. Nu is hij heel braaf. Hij krijgt je niet meer af. Nee, hij is lief. Ja. Hij krijg je er niet meer af. Hij weet... Ja, nu is hij... Ja, als hij weet, ik krijg er niet meer af, dan blijft hij ook braaf. Ja, oh, zie je? Oh, ik ben net te snel. Ik zag het gebeuren. Je ging hem een schouderklopje geven, handje los. Hij denkt hebben. Zijn. Hey. Ah, oh, jammer man. Nou, oh, het ging wel goed. Heel strak, want hij heeft... Ja, want hij gaat nu echt... Hier gaat hij weer. Dat was niks. Eigen schuld. Hou vol hoor, Marina, want hij heeft geen zin meer. Hij is het zat. Hij wil naar binnen. En pas als hij weer netjes heeft gereden, dan mag hij naar binnen. Hou vol. Goed zo. Hou vol. Ja, goed zo. Ja, goed zo. Ja. En met je stem ook. Goed zo. En streng met hem, want zo krijg je... Nou is het echt een gevecht hoor, Marie. Ja. Hij is echt met je aan het knokken nu. Hier, Krav Maga op je pony. Ja. Met je pony. Ja. Goed naar achter zitten. Zo, dit is toch maar weer, hè? Ja. Laatste moment. Ja. Goed naar achter zitten. En nu krijg jij niet meer af. En dan heeft hij er ook geen zin meer in. Kijk. Maar blijf alert, hè, Marie. Heel even stappen. Ja. Nu deed ze het echt wel goed. Ja. Super. En nu was ze ook echt boos. Ja. En net was ze alleen maar aan het lachen. Ja, en, ja, en dan... Net als kinderen, hè. Als je gaat lachen, dan denk je, hé, ik mag het doen. Ja. Paar is gewoon leuk, weet je, op die hek open gaan bij mij en dan denk je, joehoe, ik mag eruit. Nou, mooi niet. Ja, maar ik denk dat ze langzamerhand wel steeds meer gaat begrijpen hoe je in elkaar zit. Natuurlijk. Ja. En veel sterker geworden, hè, in de armen nu. Ja. Nee! Ja, goed zo. Goed zo, de achter. Oh, shit. Oh, jammer weer dit. En ja. Goed zo, gelijk zijn teugel. Ja, nou, ik kom hier nog eventjes halen. Ja. En dat we hem goed afsluiten, dat hij goed heeft geluisterd. Oh, blijf zitten. Streng. Goed zo. Ja, goed zo. Goed zo, Marie. Prima. Wij verdwijnen gauw achter het hek. Ja. Hij valt het doen. Zo. En wanneer jij denkt, ga je weer draven. Oh, jammer zeg. Hij blijft maar doorgaan. Heel vervelend. Nee joh, de vis is alleen maar lachen.
zo, goed zo. Dan kan hij niet bokken, dat zie je. Dan wordt hij boos, dan gaat hij galopperen. Dan hoopt hij dat hij wat langere teugel krijgt. Ja, dat geef je hem niet. Nee. Want Marie gaat steeds meer voelen ja. Hoe dat moet. Want... Ja, en wat, wanneer hij het gaat doen. Ja. Als je wielen kan rijden, dan krijg je dat allemaal klaar. Ja, kun je alles rijden. Je teugels gaan weer ietsjes te veel vieren. Kort houden, kort houden. Geef geen ruimte. En naar achteren leunen. Oeh ja, goed zo. Zie je? Geef geen ruimte, geef geen ruimte. Goed zo, hij kan niet bokken meer. Je linker teugel is weer te lang. Ja. Het is lastig om die in te nemen als je zo aan het wiebelen bent. Hij zegt dat het galop voert, hè? Ja. Oh, we kregen hem nooit tegen lopen, net doet hij niks anders. Het staat er net nog in de auto te vertellen. Binnenteugel iets strakker. Juist. Geef geen ruimte om te bokken. Meteen het, als de teugel trekt, hem over. Als hij voelt, hij bokt. Ik denk dat je hem nu zo wel kan laten stappen en dan kijken hoe het gaat. Ja. Oké. Okay. Ja. En dan uitstappen. Zo. Die heeft hij zijn ronde gehad. Ja. Hou die teugel goed strak. Want hij heeft aan de linkerkant is hij hem langzaam aan het lostrekken aan de binnenkant. Wat? Hij is aan de binnenkant zijn teugel langzaam aan het losmaken. Je ziet hem gewoon met zijn hoofd. Bewegen. Oh, shit. Oké, en nu draven. We moeten nu zorgen dat we hem echt... Hou zijn hoofd nu hoog, want hij gaat weer zakken. Ja, je ziet het aankomen. En stappen. Nu mag je uitstappen. Yo mensen, ik ben nu even aan het uitstappen op zijn dekje. Maar Willem hield het zo tegen me aan. Sorry. Ja, zo de stinten. Maar ik ben er bij elkaar 10 keer afgevallen. En nu ben ik bij elkaar 28 keer van hier afgevallen. Even één dingetje, mensen, let even niet op mijn houding. Ik weet niet of ik er netjes op zat, ik denk het niet zo heel erg. Want hij was gewoon, ik moest echt even gewoon aanpakken, weet je wel. Naar links. En dan was netjes erop zitten even niet heel, heel erg belangrijk. Nou, kom op. En, ja, hij heeft het uiteindelijk wel goed gedaan. Uiteindelijk heb ik hem ook best goed aangepakt volgens mij. Maar het probleem bij mij is, ik ga lachen als hij wat doet. En dan ben ik niet meer sterk. Maar, oh, waar gaan jullie nu heen? Maar ja, ik vond het wel super leuk om weer zo rond te rijden. Ik hoop dat ik wel dat jullie leuk vonden om mij eraf te zien vliegen. Dus laat het even weten in de reacties. En we zien jullie mij woensdag weer. Ja, we gaan ook een keer een... lesje doen. Een lesje doen op en ik ga er waarschijnlijk ook nog wel wat vaker breien. Ja, het is toch wel erg leuk, die gekke Leroy. Ja. Was hij altijd al? Ja. Nou, gaan we lekker verder uitstappen. Joehoe.